tegen de coronapandemie? Blendemie? Je hebt misschien het gevoel dat je niks hebt bijgedragen, dat het allemaal geen zin heeft gehad. Maar door jou, door jullie, zijn mensen gaan nadenken. Door jullie hebben ouders keuzes gemaakt om hun kinderen misschien toch niet te laten vaccineren. Door jullie hebben mensen misschien besloten om het mondkapje niet meer te dragen wat je ziek maakt. Onderschat je waarde niet. Onderschat de waarde van woorden niet. Woorden zijn krachtig. En je kunt het. Je bent niet voor niets geboren in deze tijd, deze generatie. En God zal je nooit iets geven wat jij niet aan kan. Nooit. Strijden. Als jij je tot nu toe hebt ingezet om mensen wakker te maken. Als jij je hebt ingezet om mensen te redden van de gifprikken. Dan heb ik zoveel respect voor je. The Great Reset is the Great Awakening. En het gaat allemaal weer opnieuw beginnen. Mondkapjes. Prikken. Contactgegevens doorgeven met als je een afspraak ergens maakt of wat dan ook. Maar als jij opstaat, nog steeds, dan ben je goed bezig. En al die mensen wat jij hebt gewaarschuwd, geloof mij maar, er gaat een kwartje vallen. Ook al duurt het even, ook al verlies je de hoop als je buiten op straat nog steeds mensen met mondkapjes ziet. Onthoud, jouw woorden hebben een verschil gemaakt, dat weet ik zeker. En we doen dit samen. Ik heb er een tijdje rustig aan gedaan, maar ik ben nog steeds in Den Haag. Ook al heeft de Tweede Kamer zomerreces, je kan me niet vertellen dat er niemand is. Echt niet. Echt niet. Ik blijf opstaan. Ik blijf opstaan tegen het wanbeleid. Ze kunnen me voornemens voor gebiedsverboden geven. Ze kunnen me boetes geven. Ze kunnen me met de wapenstok slaan. Ze kunnen me zelfs vastzetten in de Jan Hendrik of hoofdbureau. What the fuck ever. Het maakt geen indruk op me. Het maakt geen indruk. Echt niet. En ik hoop dat de agenten ook wakker worden. Dat ze beseffen dat ze waakzaam en dienstbaar zijn voor de verkeerde kant. Sta op. Wij staan er ook voor jullie. Wij staan er ook voor jullie kinderen, jullie familie, jullie ouders die je dadelijk niet meer mag zien in verpleegde huizen zonder een prikkie. Want het apenpokkenvirus komt eraan, oftewel gordelroos, bijwerking van een vaccin. Vaccin, ik kan het niet eens een vaccin noemen, het is een gifprik, het is een injectie. Wat, je mag je mening hebben, maar ik vertel de waarheid en ik stop niet met de waarheid te verkondigen. Niet zolang ik leef, niet zolang dit wanbeleid er is en niet zolang ik de tijd, de kans en alles in mijn voordeel heb, dat ik de mogelijkheid heb om naar Den Haag te gaan, want daar ga ik. En ik hoop dat mensen gaan beseffen dat je daar moet zijn om een verschil te maken. Geef niet op. Geef niet op. We doen dit samen. We doen dit samen strijden. Ik sta naast je. Ik sta naast je en ik blijf naast je staan. Onthoud dit. En als het niet goed gaat, als je wilt praten, spreek me aan via Facebook Messenger. Ik ben er voor jullie. Ik ben er voor jullie. Nogmaals, the Great Reset is the Great Awakening. En ik ben fucking trots op jullie. Echt, dat meen ik. One love.